vandaag hier lekker een obstacle run georganiseerd voor het goede doel, voor Make-A-Wish. Ja, die leek me wel leuk om te doen. Ik doe het ook wel eens voor bedrijven, bootcamp organiseren of voor andere dingen, voor groepsuitje of kinderfeestjes of wat dan ook. En ja, ik vond het altijd wel leuk om een keer een echte grote obstacle run te organiseren. Wij zijn van plan om 10 kilometer te lopen, maar ik heb begrepen dat 2 rondjes van 5 zijn, dus we kunnen halverwege nog afmaken. Nou, niet zo'n stuk als dit. Ik ben wel gewend om 2 keer in de week een bootcamp training te doen. 'S Avonds ook hier in het bos, dus de oefeningen waren wel bekend voor mij. Alleen ik heb het nog nooit in 5 kilometer of nu in ieder geval 10 kilometer achter elkaar gedaan. Dus het is even een stapje meer. Lekker uitdaging. Dit is voor Make-A-Wish Nederland. Het is dus eigenlijk een benefiet run, fun run. En de opbrengst gaat volledig naar Make-A-Wish. En dat, ten eerste vind ik dat een heel goed initiatief. En ten tweede is het mijn trainer die dat heeft georganiseerd allemaal. En die zei, zijn jullie daarin geïnteresseerd? En ik heb eigenlijk gelijk gezegd van ja, natuurlijk, hartstikke leuk.